DEC speelde de beste wedstrijd van het seizoen tegen de nummer 2 van de ranglijst, UDI-19 uit Uden. Met uitstekend positiespel werd UDI-19 al na 8 minuten aan fladder gespeeld. Aan het einde van de combinatie stond Matthijs van Gessel, die van afstand de bal in de kruising schoot. 1-0. Tien minuten later stond het 2-0. Nu was het Ibo Alleskan die de Udense doelman met een lage schuiver versloeg. Hierna nam TC wat gas terug. Maar daar kon UDI-19 nooit van profiteren. De eerste gevaarlijke actie van UDI-19 was pas op slag van rust te noteren. Ook in de tweede helft heerste TSC op Sportpark de Lok. UDI-19 was niet in staat om het spel van TSC te ontregelen. TSC had uiteindelijk de score verder moeten opvoeren naar 4-5-0, maar dat gebeurde niet. Kansen waren er genoeg. In de slotfase trof de opgekomen verdediger Gregory Vierik nog de paal. En in de 90ste minuut leek invaller Jip Bartels te scoren oog in oog met de doelman, maar dat deed hij niet. Hij schoot tegen de doelman op. Maar de meegelopen Nehemi Sanaki schoof alsnog de bal in het doel. Eindstand 3-0. In de 90ste minuut komt TC op 3-0 door het doelpunt van Nehemia Sanaki. Bas Kuskens, hoofdtrainer van UDI-19, te gast vandaag in Tiel. 3-0 verloren en toch een mooie wedstrijd gespeeld. Ja, we hebben de tweede helft nog een beetje een wedstrijd voor kunnen maken. Omdat pas in de 90ste minuut die 3-0 maken. Maar goed, het verschil is al gemaakt in de eerste helft. We hebben vandaag tegen een hele goede tegenstander, denk ik, de eerste 20 minuten niks te vertellen. Daarna kwamen we een klein beetje beter in ons spel. En we hebben nog een aantal leuke kansen kunnen creëren om wellicht de aansluiting te krijgen. Maar goed, op basis van de eerste helft dikke verdiend van Tech. De tweede helft hebben we meer druk gezet vooruit. En dan vond ik dat Tech er ook wel heel veel moeite had om de tweede helft echt het voetballend goed uit te spelen. Maar wij zijn eigenlijk te weinig voor de goal geweest om enigszins een aanspraak te maken op een wellicht een punt of een overwinning. Dus nou, ja, vandaag kwam dikke ding verdiend verloren van een heel goed spelend Tech. Toch verdient UDI-19 een pluim. Jullie hebben je niet ingegraven. Nee, dat wilden we ook helemaal niet. En wij hebben een bepaalde manier van spelen. Waar we eigenlijk al weken of maanden op voorbeduren. En daar moeten we ook niet gaan aanpassen op het moment dat we een keer tegen Tech spelen. Die wellicht voetballend iets verder zijn dan wij. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Maar we hebben denk ik te weinig afgedwongen. En vooral in de tweede helft. Ja, in de tweede helft, TSC liet jullie komen. Echte kansen kwamen er niet. Nee, te weinig. En ja, eigenlijk de kansen die we eigenlijk gehad hebben, die hebben we in de eerste helft gehad. Door twee denk ik hele goede kansen van Sam Wassenberg. Eén keer met een kopkans die wellicht gewoon in het goal netje kan koppen. En het 1-1 duel tegen de keeper die naschoot. Dus we hebben wel de kans gehad op de aansluiting. Maar ja, wat ik al zei, we hebben vandaag dikke ding verloren van een Tech die vandaag beter waren dan wij. Vooral de eerste helft beter waren dan wij. Sebastian van der Sman, keeper van het eerste van TSC. Weer 3 punten in de knip. Ja, mooi. Fijn dat we tegen een goede ploeg als Chemie, of jullie gewoon 3 punten pakken. Ons eigen spel kunnen spelen. En, Volgens mij kun je op deze manier wel 10 wedstrijden spelen, hè? Ja, achter elkaar bedoel ik dat. Nou ja, het is vermoeiend, vooral voor die jongens hoor. Nee, maar ik bedoel voor jou als keeper. Ja, voor mij als keeper wel, ja. Een paar spaarzame kansen van UDI-19, toch nog een paar keer tricky. Ja, een paar keer gevaarlijk, eind eerste helft. Want te veel willen voetballen. Krijg ze een goede kans, koppen ze net over. En Heesen die één keer een balletje liet lopen, dat ik nog even 1-1 moet pakken. Maar voor de rest zijn ze niet gevaarlijk geworden. Hey, nu een aantal wedstrijden gespeeld in de hoofdklasse. Goed gevoel, hè? Ja, heel goed gevoel. En ik denk een ploeg als UDI is gewoon een grote naam in het amateurvoetbal. En als je daar dan 3-0 van kan winnen, dan zie je wel, dan zet je wel iets neer. En dan betekent wel dat we mee gaan doen. Nou, sterker nog, volgens mij is het al het geval, hè? Jullie doen al mee. Ja,
Ja, maar je ziet toch dat wij het lastig hebben tegen een aantal ploegen, zoals een Dongen. We hebben 4-0 verloren en ja, is toch, we blijven kwetsbaar, af en toe wat kantjes weggeven. En, maar goed, daar kan aan gewerkt worden. Hè? Prettiger van deze ploeg ook was dat het bleef voetballen. Ja, maar dat is onze visie. We blijven altijd voetballen. Dus het kan ook onze zwakte zijn. Maar... Nee, maar ik bedoel ook de tegenstander. Ja. Als je nou kijkt naar de wedstrijd tegen Wiegen, die hadden vrij snel in de gaten van nou, hier valt weinig te halen, we gaan met z'n allen voor de kool hangen. Ja. En dan krijg je het moeilijk. Ja. Ja, dat klopt. En toch hebben we daar ook kansen gehad. Dan hadden we ook zo 2-3-0 kunnen winnen. En als je dan één keer scoort, dan moeten zij komen. Dus ja, we hebben goede aanvallers, dus dat komt wel goed. Nou, en nu de volgende wedstrijd. Dat is een derby, hè? De beker tegen RKTVC. Ja. Voorspelling? Ja, daar ga ik niet over uit, Nathan. Ah, natuurlijk wel. Laten we de boel even laden in het Tielse. 7-0 voor ons. Hanke Leijatemia, wat een fantastische wedstrijd weer van TSC, hè? Ja, blijft me elke week weer verbazen wat die jongens weer tentoonstellen. Ja. Als je dit niveau nou vergelijkt, het is de hoofdklasse, maar eigenlijk spelen ze veel beter. Ja, kijk, als je ziet hoe je die 90 minuten lang de baas open kan blijven, ja, dat zegt genoeg over het niveau. Udi is natuurlijk een spraakmakende naam in het amateurvoetbal. En als je hier dan 90 minuten niks weggeeft, wil ik ook niet zeggen, maar dat je hier de bovenliggende partij bent en je zet je wil erop, ja, dan verlang je wel van hoe zou het dan zijn in de topklasse, maar nog zo lang. Oké, okay, nou laten we dat dan maar eventjes voor wat het is. De wedstrijd zelf, de analyse, even kort. We begonnen voortvarend weer, zoals elke wedstrijd. We leggen de druk bij hun. We spelen goed voetbal. De bal gaat van heel snel van voet naar voet. Waar we ook alleen maar op trainen. Ja, dan zie je dat zelfs een Udi niet bij macht is om ons op druk te leggen. En we komen daar fantastisch uit met goed voetbal, goed positiespel. En ja, dan is de eerste helft eigenlijk met het doelpunt, word je daar wel beloond, ja. Ja, goed. Eén bal werd sowieso afgefloten door buitenspel, dat het niet was. Dat is op beeld ook te zien. Dat blijft jammer, hè? Ja, goed. Maar goed, heb je de grensrechten en scheidsrechten voor. Als we die niet hebben, dan wordt het ook een saaie wedstrijd. En nou niet. Dat is waar. Er werd ook nog een gele kaart gegeven. Ook dat was een discutabele. Ja, dat vind ik ook. Maar ja, goed, ik zeg al, de ene keer heb ik mot met de grensrechter en de andere keer niet. En ik vond ze dan vandaag wel goed fluiten, ja. De wissels. Waarom? Nou, Ibo zag ik bij de laatste sprint dat hij moest hem even verdedigen. Zag ik hem eigenlijk al een beetje happen. Dus hebben we ook gelijk gezegd van nou, Jesper erin, nou, een frisse jongen. En Jip, ja, toch scorenvermogen blijft toch altijd lastig. Dus die hoort ook eigenlijk te spelen als hij helemaal fit is. Nou, je ziet het aan zijn aannames. En het laatste moment was wel duidelijk dat hij alleen op de keeper gaat, dat hij niet scoort. Normaal zijn dat 100% zekerheidjes. Ja, Kurtley was vandaag niet in goede doen, maar wel altijd dreigend. En ja, we hebben besloten om wat meer snelheid in vorm van Jeffrey erin te laten te komen. Nou, heb het goed gedaan. Alleen, ja, sowieso hebben we 19 en 21 spelers en dat doen we dit seizoen mee. Precies, allemaal een kans. En dan nu de derby die eraan komt tegen RKTVC voor de beker. Nou, ik denk dat, en voor mij is het helemaal fantastisch. Ik speel tegen mijn oude club waar ik mee begon. Ik ben hier in Tiel en ik draag ze nog steeds warm hart toe, RKTVC. En dat zal een hele andere wedstrijd zijn. Het is een wedstrijd van David tegen Goliath. En het kan zomaar zijn dat RKTVC in één keer heel goed gaat voetballen. En dan hoop ik wat ze doen. Ik hoop dat RKTVC een leuke pot wordt. Laat